Het grote inpakproces is begonnen. Kleding, hoopje voor de handbagage. Die had ik hier op de kamer gevonden, maar ik vind hem wel heel handig. Dus ik ga hem meenemen. Dit moet allemaal nog... dit zijn... Hoe heet het? Backups en zo. En ja, ik had extra scheermesjes gekocht. En deze pinballs ga ik natuurlijk ook niet achterlaten. Dan hebben we hier de was. Dus dat er vuil is. En hier liggen alle cosmetica spulletjes en zo al klaar. En mijn... Hoe heet het? Lakenzak. Het is trouwens bijna 11:30. Deze klok loopt voor. Dus ik heb meer dan genoeg tijd om dit alles gewoon in de backpack te stoppen. En de boel is weer ingepakt. Hier zo de handbagage. Hier stop ik zo meteen nog de camera in. En dan op naar Penang. En natuurlijk kom je er pas op de laatste dag achter dat er een awesome restaurant naast je guesthouse zit. Dit zijn iets van linzen patties of zo. En hier heb ik sperziebonen met allemaal kruiden en dingen. Het lijkt me super lekker. Dit is echt zo amazingly lekker. Het is vet lekker kruid, linzen met, ik weet niet, het is een soort van linzenburger, maar echt mega mega lekker gekruid. En dit smaakt ook echt heel goed. Ja, buskaartje voor Penang. Vet vaag verhaal trouwens. Ik werd aangesproken door een meisje en die had me ook naar de counters geleid en zo. En ze had op zich wel een shirtje aan, waardoor het een soort van legit leek. En uiteindelijk heb ik op zich ook wel een goede prijs betaald en zit ik ook gewoon in een super chille bus. Ik zal je zo even laten zien als we buiten zijn. Maar ja, dat voelde echt heel weird. En ik dacht, oh, voorbereiding op India, waar je op elke straathoek opgelicht kan worden. Maar goed, dat is dus niet helemaal gebeurd. Nou, daar kwam de aap bij de mouw hoor. Ik ben dus wel opgelicht. Check. Dit zijn dus de stoelen. Gewoon met vet breed. Met een voetensteuntje. Je kan helemaal naar achteren. Je zit al bij deze man. Ik zit ook helemaal naar achteren. Ik ga hem zo meteen naar de tukken. Vet joh. Hoe sommige mensen communiceren. Ik ga echt helemaal stuk. Er kwam net een gast. Die ging dus de kaartjes controleren. En het was echt zo. Tikken, tikken, tikken. Doei Chinatown. Toodles. Oh ja, de reden dat we naar Penang gaan. Vet lekker eten. Het schijnt daar erg van bekend te staan. Dus in de street art, dat vind ik ook wel leuk. Maar eten. Ik vond die linzen patties trouwens zo lekker dat ik er nog twee heb meegenomen voor onderweg. Dit is amazing. We zijn net overgestapt naar een andere bus. Kijk, die heeft ook weer van die prachtige gordijntjes. En wel van die super chille stoelen. Waarom hebben we dit in godsnaam niet in Nederland? I love it. Dit is buiten. Chillin, chillin. Oeh, check. Penang. We rijden nu over echt een gigalange brug. Daar is er nog eentje. Wacht. Hier. Dit is een brug. Dan zie je het misschien niet zo heel goed, maar dit is echt een brug. En dit is ook zo'n brug. Wee. Die bus ging naar een heel ander station en daar zou ik dus een taxi naar Georgetown moeten nemen. Nou, er kwam er gelukkig net een lokale bus en er waren twee andere backpackers die ook die kant op gingen. Dus ik zit nu gewoon weer in de lokale bus, maar het is wel gezeur, want ik ben nu al twee keer overgestapt. En moet ik dus met de lokale bus daar naartoe. Goed, leer dus van mij. Wanneer een chick heel enthousiast naar je toe komt en je wil helpen, bla 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 bla. No. Dit is overigens de eerste keer dat ik ben opgelicht en dat ik, tenminste dat ik erachter ben gekomen dat ik ben opgelicht. Misschien ben ik veel eerder opgelicht. Maar ik wist het eigenlijk al hoor. Het komt gewoon niet vaak voor dat mensen zo enthousiast tegen je lopen doen of whatever. Dus nee, gelukkig is het niet zo heel erg of zo. Want het is nog vroeg op de dag en er ging nog een lokale bus. Maar ja, gewoon niet heel chill per se. Het is nu trouwens 17:30. Dus lekker spitsuur. Het valt wel mee hoor, maar je ziet wel heel veel auto's op de weg. Oké dan, dit wordt het bed voor de aankomende minimaal 2 nachten, maar ik denk dat ik misschien nog 2 nachten extra blijf. Het is een hostel en dit is een ladies dorm met 4 bedden. Ik doe altijd zo min mogelijk bedden, want dan, weet je, beperk je de kans dat iemand herrie gaat schoppen 's nachts. En dit is eigenlijk wel heel chill, want je hebt eigenlijk een mini eigen kamertje met zeg maar zo'n muurtje ertussen. Super relaxed en het ziet er ook gewoon netjes uit en ik krijg ook een handdoek. Vet lief, ik kon de food court niet vinden en zij brengen mij nu daar naartoe. Echt heel schattig. Food paradise. Yup, dat is het soort paradijs waar ik wil zijn. Kom, we gaan even eten zoeken. Tenminste, eten zoeken, iets lekkers uitzoeken. Oeh. Het is echt zo'n schattig tuindingetje-achtig iets. Aan deze kant. En hier hebben we Vietnamees eten. Of
de eerste stal waar ik ben gaan kijken. Het eerste restaurantje. Kijk hoe schattig. Hier staat dus rice paper. Vet cute. Spring roll. Oh, die wil ik zeker wel een keertje eten. Niet per se vandaag of zo, maar een keertje. En dan loopt het allemaal zo door met daar ook weer allemaal restaurantjes. Oh my freaking gee, ze hebben gewoon dimsum. Hongkong staat dimsum. Hongkong style dumpling. Awesome. Huh? Herbal tea, eh? Wat is dat nou weer? We gaan beginnen met vegetable jalfrezi. Die ziet er niet per se uit als de mooiste maaltijd van de wereld. Maar is wel heel lekker. Ik heb toch nog wat rijst erbij besteld, want dit is vrij pittig. Wauw, het eerste stukje street art wat ik tegenkom. Super vet. Kijk hoe mooi. Helemaal hier ook geïntegreerd. Dit is dan de zogenaamde weg. Heel vet. Morgen gaan we nog veel meer hiervan bekijken. Oh, holy smackers. Ik was op zoek naar street art. Als in van gewoon verf op de muur. Maar dit is metaal. Hoe vet. Check dit. Morgen gaan we Penang verkennen. Abonneer je als je mee wil. Dankjewel voor het kijken. En dan zie ik je morgen. Welterusten.